Ja. WRC speelt vandaag de eerste officiële oefenwedstrijd tegen VVZ 49 uit Soest. WRC wint afgetekend met 7-0. Jan, van de zijkant leek het wel appeltjeitje. Nou ja, het is toch een eerste klasse waar je tegen speelt. En we hebben pas 3 keer getraind. Dus dan moet je altijd afwachten hoe is de wedstrijd verlopen. Ik ben niet ontevreden. We maken 7 goals, dus dat is op zich niet slecht. In het begin van de wedstrijd hebben we een paar aardige kansen. Die gingen er niet in. Ik denk, nou, dat wordt een beetje moeilijk scoren. Maar gelukkig ging dat beter. En ik ben ook niet ontevreden over het spel. Natuurlijk zijn er heel veel dingen nog voor verbetering vatbaar. Maar ik heb ook genoeg goede dingen gezien. Ja. Alessie, je hebt WRC natuurlijk ook voor het seizoen gezien. Ik vind het wat rustiger en wordt heel veel in combinatie gespeeld. Ja, je kan het moeilijk met elkaar vergelijken. We hebben behoorlijk wat nieuwe spelers ook erbij. Een aantal die gebleven zijn, maar ook behoorlijk wat nieuwe spelers. Dus de andere spelers hebben ook vaak een andere manier van voetballen. En een nieuwe trainer. En trainers hebben vaak ook een verschil van ideeën over hoe je moet voetballen. En ik hou van verzorgd voetbal. Kort op elkaar, combinatievoetbal. En ik denk dat wij de groep hebben die dat kan spelen. Ik ben ook een voorstander van vrij snel druk zetten als je balverlies leidt. Want dan staat de tegenstander ook al niet goed in de organisatie. En bij Vlaar ging dat goed. We maken er een paar calls uit, snel bal veroveren. Ja. Maar het moet allemaal nog veel beter. Maar voor de eerste keer ben ik tevreden. Ja. Het is een jonge groep en ze zijn gretig. De groep is gemiddeld 22,6 jaar oud als de competitie begint. Dat is jong. En gretig, want dat zie ik ook. We hebben 3 keer getraind. En op die training heb ik absoluut niet te klagen over de mentaliteit. Er wordt gewoon heel goed getraind. Er moeten nog heel veel dingen ingeslepen worden. Maar met de gretigheid die ik op de training gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat we een behoorlijk niveau kunnen halen. Ja, en je hoort van het spel via de zijkanten opbouwen? De ruimte ligt meestal aan de zijkant. Ja. En als je, misschien heel gek, maar als je aan de zijkant iets weet te creëren, ontstaat er ook weer ruimte in het centrum. Ja, dat is misschien een beetje cryptisch, maar als je veel dreiging aan de zijkant hebt, dan gaan de tegenstanders zich ook wat meer concentreren aan de zijkant, waardoor je in het centrum weer ergens anders weer wat meer ruimte krijgt. En we hebben aanvallend ingestelde backs, we hebben vleugels die wel wat kunnen en ook een spits die vandaag zich heeft laten zien met een paar goede goals. Dus leuke groep, we zijn nog niet compleet, er komen nog een aantal spelers terug van blessures en vakantie. En de concurrentie is denk ik toegenomen. En dat is denk ik ook een beetje het verschil van vorig seizoen. Ik denk dat we in de breedte sterker geworden zijn. Vorig jaar, ik heb de wedstrijd thuis tegen Deto gezien. Dan moest je behoorlijk wat spelers missen, 7-8. Ja. En dan was daarachter wat erachter zat. Dat was een te groot verschil in niveau. En ik hoop dat we dit jaar een bredere selectie hebben. Waardoor we blessures en schorsingen wat makkelijker op kunnen vinden. Ja. Kom ik nog even als laatste met een cliché vraag. Wat is de doelstelling voor het komende seizoen? Waar heb je de lat gelegd? Kijk, VSC gaat altijd voor promotie. Ik denk dat je er altijd voor moet gaan. Ik vind dat je altijd de lat eigenlijk heel hoog moet leggen. Dus dit jaar gaan we weer voor promotie. Ik denk dat je er niet voor minder moet gaan als je vorig jaar, ik geloof, een punt of 3-4 los hebt gestaan. En het eigenlijk een beetje weg hebt gegeven op het laatst. Dan moet je dit jaar weer sportieve revanche zien te nemen. En dan kijken of je dit jaar wel de stap kan maken. Je moet altijd voor het hoogste gaan. Een club als WRC zeker. Goed Jan, we gaan het zien. Bedankt. Dank, graag gedaan. Tot zover dus de nabeschouwing met de trainer van WRC, Jan Eversen. 7-0 wint WRC van VVZ 49 afgetekend. En zoals ik al zei, het zag er fantastisch uit. Maar je hoort Jan al zeggen, er moet nog veel bijgeslepen worden. Volgende week speelt WRC wederom een oefenduel. Dan gaat men heel ver weg naar Alphen aan de Rijn. Dan speelt men tegen ARC. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.